Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe make-up collectie. Make-up Revolution heeft een collectie uitgebracht in samenwerking met Disney, The Lion King. Dit shirt hoort daar niet bij. Deze had ik al. Officieel is dit een pyjama. Was 10 euro bij de Primark. Wacht, kijk even hoe leuk deze pyjama is. I love it. Dus ik dacht, ik doe deze pyjama aan, want die past perfect bij deze collectie. Het is echt een leuke collectie, ook niet al te klein. We hebben best wel veel. We hebben een cream oogschaduw, oogschaduwpaletje, lipgloss, highlighter, mascara, eyeliner. Echt van alles. En ik ben altijd best wel enthousiast over Make-up Revolution, want het is vaak goede make-up voor een betaalbare prijs. En dat is nu ook weer. Tenminste, ik weet niet of het goed is, maar het is in ieder geval betaalbaar. De hele collectie is te koop bij Pussy Shop online en daar heb ik het ook besteld. Alles wat ik vandaag gebruik staat beneden in de beschrijving, mocht je er interesse in hebben. En het is weer een eerste indruk video, dus ik heb het allemaal nog niet gebruikt. Ik ga het nou voor de eerste keer gebruiken samen met jullie en we gaan met z'n allen kijken wat we ervan vinden, alles aanbrengen, een leuke look creëren en zoals altijd heb ik er weer zin in. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik heb hier de hele collectie in het bakje. Het ziet er allemaal zo leuk uit, zo safari panterachtig allemaal. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, tenminste de basis en wat blush en bronzer. En ik ga beginnen met de oogproducten, dus deze twee. Ik heb hier het Make-up Revolution X Lion King Golden Trio Shadow Palette. Dit is de buitenste verpakking en dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Identiek aan de buitenste verpakking en dit is dan de inhoud. Je krijgt een grote spiegel en 18 diverse kleuren oogschaduw, zowel matte als glanzende kleurtjes en het is vegan en cruelty free. De verpakkingen van heel deze collectie zijn zo extra, zo drukjes, maar ik vind het heel leuk. Het is echt heel safari panterachtig. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Ik hou van roze en ik vind het echt heel mooi hoe ze dit zo chroomachtig hebben gemaakt. Ik hoop dat je het kunt zien op beeld. Zeg maar de kleuren hier, goud en zo, is zo chroomachtig, dus niet mat. Dat maakt het wel weer een beetje uniek en hier achterop staan de kleuren. En dit is dan het paletje, die hebben jullie net gezien. En de inhoud. De inhoud spreekt me echt aan. Het is mooier in het echt dan online. De kleuren zijn echt best wel fel en zo. Dat vind ik heel leuk. En ze hebben ook nog een aantal andere kleine paletjes als het goed is. Maar ik ben gewoon gegaan voor de grote. 14 euro. Ze zijn ongeveer 2 euro omhoog gegaan met de prijs van deze paletjes. Normaal zijn ze 12 euro en nu is die 14 euro. Ik hoop gewoon dat de kwaliteit goed gaat zijn. Zoals altijd. Misschien zelfs beter. Dus hiermee ga ik een lookje maken. Maar ik heb hier ook hun cream potloodjes. Dit is de Make-up Revolution X Lion King 3 Best Friends Eye Crayon Set. En dit zijn dus van die grote oogschaduw sticks. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. By the way, wie heeft allemaal de Lion King gezien? Steek je hand op als je hem hebt gezien. Ik heb hem gezien zowel vroeger als recent. Of ja, recentachtig. Al wel een aantal maanden geleden in de bioscoop toen de nieuwe film uitkwam. Super duper leuk. I love it. Ik hou van dieren, dus ik vind het altijd heel leuk. Oké, laten we het openmaken. Het zijn dus 3 van die oogschaduwsticks. Ik hou van oogschaduwsticks. Ze zijn altijd heel makkelijk en snel om mee te werken. Vooral als ik haast heb en niet zin heb om echt een hele look te maken, maar wel iets van een kleurtje wil aanbrengen. Dan ga ik vaak in met zo'n oogschaduwstick. Dit zijn wel 3 heftige kleuren. Kijk, je hebt roze, geel, goud en blauw. Normaal ga ik dan voor een nude kleur, bruin of zo. Ik hoop echt dat ze gewoon heel creamy gaan zijn. Betaalbare oogschaduwsticks kunnen een beetje droog zijn. En dit zijn dan de 3 kleuren. Blauw, goud en roze. De 3 kleuren zien er heel mooi uit. Heel fel en glanzend. Maar ze swatchen wel een heel klein beetje droog. Dus deze sticks wil ik ook gaan gebruiken. Ik wil hiermee gewoon een leuke ooglook creëren. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Ik heb ook geen idee hoe ik nou al deze kleuren ga combineren. Maar we will see. Laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd op mijn gezicht. Nou kunnen jullie alle beter zien. Ik ga in met mijn Make-up Revolution Tape om hier zo'n strakke lijn te creëren. Ik ga denk ik wel een beetje van heftig doen. Ik ga beginnen met deze matte oranje-achtige kleur, die heet I'm Home. Met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast breng ik die kleur aan in mijn hele arcadehoog. Oeh, er komt gelijk echt veel kleur vanaf. Het is een hele mooie, warme kleur. I love it. Kijk even hoe mooi die kleur is op mijn huidskleur. Dan pak ik deze iets donkerdere oranje matte kleur hier, die heet Timon. Die ga ik aanbrengen met een platte fluffy kwast, de Pussy Shop UP24 kwast. En die gaat hier zo in de buitenste hoek. En dan ook zo lekker smoky in mijn arcadehoog. Dan neem ik deze donkerbruine matte kleur, die heet Pumbaa. En met een iets kleinere platte fluffy kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie ga ik die kleur ook zo hier aanbrengen om het iets donkerder te maken. Oké, die kleur komt niet echt heel donker over op mijn oog.
Deze kleuren zijn allemaal zo warm. I love it. Ik vind dat mij altijd heel mooi staan. Dan ga ik voor de felgele matte kleur. Die heet African Savannah. En die kleur wil ik gebruiken om het hier een beetje geliger te maken. Hier zo hoog. Maar niet al te veel. Gewoon een klein beetje. Dan wordt het allemaal nog een tikkietje warmer. Super mooi dit. Dan ga ik nu een halve cut crease maken. En ik denk dat ik voor een ronde cut crease ga. Oké, deze kant ging echt perfect. Maar hier, ik weet niet precies wat er hier is gebeurd. Maar dit ging niet zo goed, maar whatever. Ik ga ook nog in met deze donkere kleur hier. Die heet Hakuna Matata. Die lijkt blauw. Hij is wel een klein beetje glanzend. Maar ik wil hem toch gebruiken om het hier nog een klein beetje donkerder te maken. Echt gewoon een heel klein beetje. Een tikkie gewoon. Dan ga ik in met de gouden eyeshadow stick. Deze lijkt mij zo mooi. En die ga ik aanbrengen over de hele cut crease. Ik hoop dat ik het gewoon zo direct ga aanbrengen. Oké, nee. Het haalt gewoon de concealer eraf en geeft geen enkele kleur. Wacht, misschien moet ik eerst de concealer zetten met poeder. Ik ga in met deze matte kleur hier, die heet Higher. Ja, nu komt er wel wat kleur vanaf. Maar ook niet heel veel. Het is echt heel erg droog. Hier ben ik dus altijd bang voor. Deze sticks zijn altijd zo droog. Dat is echt heel vervelend. Ik had het al door toen ik ze aan het swatchen was. Nee, ik vind het ook niet heel mooi. Dit heeft me echt superveel tijd gekost. En het is niet eens zo heel mooi fel goud. Nee, I don't like it. Dan ga ik nu in met deze gouden glanzende kleur. Die heet Royalty. En die ga ik dan maar aanbrengen over de hele cut crease. Ik maak me kwast nat met fixing spray. Ja, dit is wat ik wil jongens. Zo fel moet het zijn. Kijk het verschil met hier. Je kunt hier amper iets zien. Super mooi. Dit oogschaduwpaletje is echt toppie. Kijk even hoe mooi dit is. Dan heb ik hier ook nog een eyeliner. Dit is de Makeup Revolution X Lion King Felt Liner Eye of the Beholder. De buitenste verpakking is weer zo'n mooi panter. En dit is dan hoe de pen eruit ziet. Weer met zo'n dierenprinter op. Ik moet zeggen, deze verpakking vind ik niet zo mooi als ik er zo naar kijk. Het ziet er heel goedkoop uit. Alsof het gewoon zo erop is geprint of zo. Van die slechte kwaliteit printmateriaal. Dus dit vind ik niet zo mooi. Oeh, de pen ziet er op zich wel goed uit. Ik ben benieuwd. Oeh, heel erg zwart. Oké, deze ga ik gebruiken. Oké, de wing is gemaakt. Ik heb het niet helemaal naar binnen getrokken. Ik heb het gewoon tot hier aangebracht en dan gewoon zo mijn wing. Hij brengt echt fijn aan. Hij droogt ook snel op, dus je moet wel een beetje snel werken. Hij brengt alleen een heel klein beetje stroef aan, maar het is wel echt heel minimaal. Op zich voor 7 euro vind ik hem best wel oké. Hij is echt heel mooi. Dan ga ik nog een felle kleur aanbrengen. Ik denk dat ik hieronder of blauw aan ga brengen of roze. Ik ben echt aan het twijfelen. Ik heb wel een roze lipgloss die ik ga aanbrengen. Dus ik denk dat ik het hier roze ga maken. Ik ga deze roze oogschaduwstick gebruiken. Misschien is die beter. Ik doe die in de waterlijn en op de onderste wimperrand. Oké, nou dit ging op zich wel goed. Het is lekker roze. Wel weer een klein beetje droog, maar oké. Dan ga ik in met deze roze felle matte kleur. Die heet Problem Free Philosophy. En dan ga ik nog hier zo overheen met die kleur om het wat feller te maken en het vast te zetten. I love the look, jongens. Dit is echt zo mooi gegaan. Deze kant is iets slechter gegaan, maar hier is het echt heel erg goed gegaan. Ik vind het echt heel mooi. Die matte kleuren zijn ook echt heel mooi, heel smoky. Kijk hoe al die vier die matte kleuren zo mooi in elkaar blenden. Dit ging echt heel erg goed. Alleen de sticks vond ik niet zo. Ik heb de look iets heftiger gemaakt. Dit heeft me echt superveel tijd gekost, maar het is echt super mooi. Kijk al deze goud en roze steuntjes. Eentje hier is aan het verplaatsen. Dit is echt super duper leuk. En nou valt het ook wat meer op dat het een ronde cut crease is. Ik had het gevoel dat het net helemaal niet meer echt opviel. Vooral door die eyeliner. Maar nou valt het echt goed op dat het echt rond is. Ik vind het echt super duper leuk. Nou ga ik verder met de mascara. Dit is de Makeup Revolution X Lion King Big Lash Cat Mascara. En dit is dan hoe die eruit ziet. Precies als de eyeliner. Ook deze verpakking vind ik weer niet zo mooi. Weer die vage printachtige dingen. Dat vind ik niet zo mooi. Even kijken. Oeh, hij is echt super duper groot. Hij lijkt wel een beetje droog. Alsof er niks in zit. Maar goed, laten we het proberen. Dit moet dus heel veel volume geven.
Oké, deze mascara geeft niet heel veel volume. Dat had ik wel verwacht, maar vooral lengte. Het geeft echt lengte, maar niet heel veel volume. Ik hou van wat meer volume, maar als je houdt van een meer natural look met gewoon hele mooie natural lange wimpers, dan ga je hem misschien wel fijn vinden. Oké, ik ga even wat nep wimpers opdoen en dan gaan we beginnen aan het gezicht. Daar ben ik weer, obsessed met deze ooglook. Ik vind het echt zo mooi geworden. De wimpers die ik op heb zijn Miami van Lily Lashes. Next up is een highlighter. Dit is de Makeup Revolution X Lion King Highlighter One True King. Zo ziet de verpakking weer eruit. Net als het oogschaduwpaletje. En dit is dan de inhoud. Je krijgt een kleine spiegel en een ronde highlighter. Er waren hier twee versies van. Ik heb de kleur One True King. Beide kleuren vond ik niet echt zo. Die andere was iets meer rozig. Maar roze staat niet echt met mijn huidskleur. Dus ik ben gegaan voor deze. Hij gaat dicht met een magneetje. Dus dat is wel fijn. Er staat ook een leeuw ingedrukt. Vind ik ook heel leuk. Ik denk dat hij te donker gaat zijn voor mij. Kijk, dit is de kleur. Die andere is te roze, deze is te donker. Er was niet echt een goede kleur voor mijn huidskleur. Maar goed, laten we het proberen. De swatch voelt echt heel creamy aan. Pak gewoon een beetje met mijn highlighterkwast. En dan zo hier aanbrengen. Ja, hij is een beetje donker, maar het kan echt net. Hij is wel echt iets te donker voor mij. Hij is wel heel mooi, lekker heftig ook. Het is wel ook heel creamy. Het is niet zo poederig, alsof het gewoon helemaal zo smelt in de huid. Oh, hier vind ik het heel mooi, want dan blendt het helemaal zo in met mijn bronzer. I like it, maar hij is wel echt een beetje donker, jongens. Ik ga hem ook aanbrengen op de neus, maar ik denk niet dat het heel slim is, want hij is echt veel te donker. En hier wil ik altijd een hele lichte kleur hebben. Ik heb hier een I Heart Revolution highlighter in een hele mooie lichte kleur. Dit is dus een kleur die echt matcht met mij. Kijk even het verschil. En vooral op mijn neus wil ik altijd een hele lichte kleur hebben. Kijk, echt gewoon dit. Dit is echt een heel groot verschil. Want dan is het hier zo heel mooi gehighlight. Kijk het verschil met die kleur hier en hier. Maar goed, ik vind op zich dat het hier wel gewoon kan. En hier is het ook mooi. Alleen ja, de kleur is niet mijn kleur. En last but not least, lipgloss. Dit is de Makeup Revolution X Lion King Lip Gloss in de kleur New Era. Deze glossjes van Makeup Revolution vind ik zo fijn. Ik heb er echt een heleboel. Hier heb ik een andere. Ik heb ook de hydrating versie. Deze in deze grote verpakkingen zijn zo fijn. Zo glossy. Zo hydrating. I love it. Dus ik hoop dat deze dat ook gaat zijn. Je hebt hem in 3 kleuren. En ik heb de meest nude kleurtje gepakt. Dus in de kleur New Era. Ik breng hem eventjes gewoon alleen aan. Met geen lippot, loodje, lipstick, niks. Er zitten heel klein beetje glittertjes in. Ja, I love it. Heel mooi rozig. Niet te licht. Lekker glossy, lekker dikkig. Ja, echt mooi dit. Ik ga het nou aanbrengen met een lippotloodje, een roze. Maar zoals je kunt zien is hij echt heel mooi. Heel glossy. Ik vind het altijd heel belangrijk dat een gloss echt heel glossy is. Ik ga denk ik een beetje voor een felle kleur. Deze is van de Morphe X Nayani collectie. Ik heb hier ook een hele video over gemaakt. Die collectie is echt amazing. Ik zou zeker die video bekijken. En dit is dan de roze kleur. Heeft hier naam Pitaya Pink. Kijk hoe mooi. Echt Barbie lippen. Ja, super fijne gloss. I love it. Ik wil jullie ook een andere versie van deze look laten zien. Zoals je kunt zien zie ik er een klein beetje anders uit. Ik heb een nude lippen gedaan. Nude bruine lippen. En ik heb het hieronder smoky gemaakt. Een zwart oogpot loodje in mijn waterlijn. En ik heb deze donkere bruine kleur. Hier, deze matte kleur. En deze kleur hier. Aangebracht op de onderste wimperrand. Zo is het iets meer smoky. En ik heb, even kijken, deze glanzende kleur die ik hier heb aangebracht. Ook aangebracht als highlighter, zoals je kunt zien. Nou is het hier zo heel mooi goud en glowy. Dus dit is een meer smoky versie van deze look. En dit vind ik ook echt super duper mooi. Wat ik op mijn lippen heb is van Morphe. Deze lipset van de samenwerking met Ashley. In de kleur Gilded Spirit. Dit is echt een hele mooie nude combo. Dus ja, dit wilde ik jullie ook eventjes laten zien ter inspiratie. Super mooi smoky. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de hele Makeup Revolution X Lion King collectie. Laat me weer weten beneden in de reacties wat je ervan vond van de collectie, van de make-up look. Ik vind de make-up look weer super leuk. Weer lekker heftig. Beetje anders. Ik heb al heel lang niet meer zo'n ronde cut crease gemaakt. De lippen vind ik ook heftig. Dit oogschaduwpaletje is echt toppie. Vooral voor die lage prijs. Werkt echt geweldig. Die
Die matte kleuren blenden echt geweldig in. Die glanzende kleuren ook heel mooi heftig. I love it. Deze oogschaduwsticks raad ik niet aan. Ik vind ze te droog en niet heftig genoeg. Deze eyeliner is fijn. Ik heb wel beter gehad, maar voor de prijs is hij wel gewoon heel mooi. Als je hele lange, naturel wimpers wilt, dan is dit een goede mascara voor jou. Beetje droog en geeft geen volume. Dus het is echt alleen maar als je houdt van naturel lange wimpers. Deze highlighter is ook heel mooi. Alleen ja, het zijn wel een beetje twee moeilijke kleuren. Maar als dit een kleur is die zou matchen met jouw huidskleur, is die wel heel mooi. Ja, en de lipgloss is ook echt een winnaar van vandaag. Al deze glossjes in die grote bulky verpakkingen zijn echt amazing. De winnaars vandaag zijn echt dit paletje en deze gloss. Als er iets is wat ik vandaag wil aanraden, zijn het deze twee producten. Echt amazing. Maar laat me weten nogmaals wat jullie vinden van de collectie. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!